jongens, hoe is die? Lekker bezig? Lekker aan het researchen? Nieuwe items? O jee. En wil praten. Timo, my man. Blijf er ook even bij. O jee. Jongens, ik ben eigenlijk best tevreden. Nee, dat klinkt slecht. Ik heb de kijkcijfers nog eens bekeken en dat is allemaal oké. Oké, toppie. Maar... Ik heb eens zitten denken, in mijn eentje, achter mijn bureau. Hij is gebeld door het hoofdkantoor. Hebben wij een hoofdkantoor? En weet je wat het is? Ik wil dat te gek gave kikkerprogrammaatje stoerder. Hipper. Oh, help. Eindelijk! Ja toch, Timo. Het kan best gaver kikken cool, toch? Zeker weten. Nee, Klokhuis moet cool, 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 lauw, top, top. Nee. Weet je waar je op lijkt, nu je daar zo staat te trappelen? Op een tijger. Nee, niet op een tijger. Ik zie het ook wat. Met die tandjes. Wat dan? Oh ja, ik zie het. Zoals hij daar staat. Met het snuitje. Ha, 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 dat was heel erg leuk. En wat hebben we gelachen? Haha, ha, de baas lijkt op een vreet. Maar ik ben niet jullie baas. Ik ben een oudere collega met wie je over alles kan ouwehoeren. Oké, ik wil een hip programma. En hoe gaan jullie dat doen? Ja, wat bedoel jij met hip? De leader opent. Scheve shots, graffiti. Keiharde muziek, knal, boom, 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 boom. Dan komt de presentator, scheef in beeld. En die roept zoiets van... Hey vogel, zit je lekker te relaxen thuis? Wat te gek tof dat je afstemt op het maffe klokhuis. We hebben weer een blitse aflevering in petto. Helemaal voor jou over tuinieren. Of zo. Nou ja, misschien is tuinieren niet helemaal het goede voorbeeld. Nee Ben, dat is jongerentaal van 40 jaar geleden. Ja, maar het moet ook van nu. Dus... Hey, coole gast, dit is het toffe klokhuis. We hebben hier een flauwe aflevering over piercings. Heel chill. Ben, je bent gewoon te oud voor jongerentaal. Ja, maar jullie niet. Dus ik wil van jullie een lijst met hippe taal van nu. SMS-taal. Wat betekent bijvoorbeeld LOL? Of wat betekent W8? Of CU? Of ADAC? Wat is dat? Aan de andere kant. A-D-A-K. Oh, ja. En wat betekent dan 7-UV-BJT? 7 uur vanavond bij jou thuis. Weet iedereen. 7 uur vanavond. Oh, jee. Nou begrijp ik waarom ze niet terugbelt. Ja, wist ik veel. Wie? Dat doet er toch helemaal niet toe? Ik wil hippe kleren voor de presentator en keiharde muziek onder ieder item. Oké, go, 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 go. Oké, Ben, my man. Luister, lauw is cool, chill is flex, doekoe is geld en hallo is fawaka. We kunnen het ook zelf verzinnen. Precies. Stel, we zeggen bijvoorbeeld aardappel als iets heel vet chill is. Ja, en dan over een half jaar zegt de hele wereld, die muziek is aardappel. Jullie snappen er niks van. Maar wij wel, hè, Timo? Wij wel. Flex. Ja. Hey, Leonor. Chicky van me. Fawaka. Heb je doekoes bij je om patas te kopen? Wat? Patas. Gymschoenen. Of koop je liever bling-bling? Nou, laat u zien. Ben, wat zie je eruit? Ja, als ik een fly programma wil, dan moet ik zelf ook fly zijn. Hier, kikkerbrillen voor iedereen. Hey, Timo, hoe is het met de smartjes? Wauw, kikkerpatas heb je aan, man. Oké, bro, give me some skin. Oh, ik moet braken. Yo, Timo. Hoe is het met de passie? Dope. Ben, doe normaal. Wij zijn gewoon niet hip. Nee, jij niet, nee. Jij bent een uber-nerd. En Leonor is een tutje uit de provincie. Uber-nerd? Maar Timo en ik, wij weten wat er leeft. Wat urban is, wat fly is, wat hip is. U bent de baas. Geen baas. Gewoon je homie. Je bro. Jij bent het nieuwe klokhuis. Mag ik presenteren, Flex? Nee, jij gaat de hele redactie oppimpen. Jij gaat ons vet cool leren dansen. Oké, bro.
Turn up the bass. Yes, music. Urban, ja, dat moet ik hebben. Urban, dat zei ze op het hoofdkantoor. Zie je wel, het hoofdkantoor. Ja, oké. Leer je broken stem. Oké, oké. Komt ie. Ja, ja, ja. Hé, meedoen, stelletje lamzakken. Ben ik een toffe baas of niet? Oké, en nou gaan we steeds duiken. Dat heb ik op tv gezien. Dat is gewoon in het publiek duiken. En je wordt opgevangen door je possie. Hé, possie, hier komt Bro Ben. Wat zijn jullie voor een rotpossie dat je je bro niet opvangt? State Stijf is helemaal uit, Ben. Jullie zijn er niet voor mij als het erop aankomt. Het zag er wel heel stoer uit. Ik bedoel, fly, flex, cool, vet. Precies, dat is wat ze willen. Ik zal het hoofdkantoor eens een poepie laten ruiken. Nou, dat gaat je wel lukken met deze tut uit de provincie. En deze uber-nerd. Ga je nu mee lunchen? Ze hebben kroketten. Ah, lekker. Ik bedoel, lauw. Chill.